We gaan met een connected transport corridor gaan we zorgen dat trucks zeg maar in een konvooi kunnen rijden. En dat ze ook prioriteit krijgen bij bijvoorbeeld stoplichten. Dat ze beter kunnen anticiperen op allerlei omstandigheden op de weg. Dat de weg ook echt kan praten, hè, dus de stoplichten bijvoorbeeld met de trucks, zodat die trucks makkelijker door kunnen rijden. Nou, dat scheelt natuurlijk CO2-uitstoot, want het scheelt diesel. Die chauffeurs kunnen beter zich voorbereiden op die momenten dat ze voor het stoplicht moeten staan. En uiteindelijk krijgen ze dan ook prioriteit en dus groen licht en kunnen ze door blijven rijden. Als je een konvooi hebt gevormd met een aantal auto's, dat kunnen collega-vervoerders zijn, dan doe je een aanvraag en dan zie je een wit bolletje in je scherm. Dat betekent dat de aanvraag gedaan is. Op het moment dat het bolletje groen wordt, is de aanvraag geaccepteerd. Dus op het moment dat je dan op de kruising aan kunt rijden, als er een slim stoplicht op staat, ja, dan hou je gewoon je doorgang. Uiteraard moet je dan je adviessnelheid aanhouden wat erbij aangegeven wordt. Hè. Als het rustig is dat gewoon de normale snelheid die op de weg toegankelijk is. Is het druk, dan zal je dat uiteraard wat naar beneden moeten halen. Maar je moet zorgen dat je je groene gebied wel hebt. Dan kan je lekker doorrollen. Als verzadigingssport is het toch wel leuk dat je op deze manier ook weer met collega's in contact bent. Doordat je dat konvooi vormt, ben je dus met elkaar echt aan het optrekken. Waar je voorheen eigenlijk elkaar wel zag, maar niks met elkaar deed, ben je nu toch een vorm van samenwerking aan het opzoeken. Ja, de provincie vindt het heel erg belangrijk. A, omdat het natuurlijk ook een innovatie is in het transport. Dat is één. Twee, omdat we echt een provincie zijn waar transport een hele belangrijke rol speelt. En we willen ook dat het op de weg goed blijft doorrijden. Dat die transporteurs ook hun kilometers kunnen blijven maken. Maar dat we natuurlijk ook kunnen bezuinigen op diesel, CO2-uitstoot. En dat is wat we hier uiteindelijk mee bereiken. Dus het is goed voor het milieu en het is goed voor de economie, maar het is ook goed voor de doorstroming op de weg. Kijkt op het systeem en je ziet eigenlijk als ik op deze snelheid blijf rijden, dan heb ik gewoon groen licht. Of nee, als ik op deze snelheid blijf rijden, moet je stoppen, dus ga maar wat langzaam rijden. Of laat er vast maar je gas los, want je moet zo meteen toch stil gaan staan. Dus alleen al met dat is het al een heel voordeel, dat brengt een stuk rust. Ja, en het mooie als je zo meteen echt met je konvooi bezig bent, is dat je hem af kan gaan dwingen. Dus dan kan je gaan vragen van ik wil echt dat groene licht hebben. Ja, en dan werkt het natuurlijk nog mooier. Maar zonder dat al werkt het al heel eigenlijk rustgevend. Want je rijdt al op iets af waarvan je al weet wat het gaat doen en wat voorheen eigenlijk altijd een gok was. Het uiteindelijke doel is dat eigenlijk alle vrachtauto's in de toekomst zo gaan rijden. Dus dat ze in corridorvorm gaan rijden over de Nederlandse wegen. Maar dat het ook in het buitenland kan. Hè? Dus dat je niet in Nederland een ander systeem hebt dan bijvoorbeeld in Duitsland of Frankrijk.